allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video heb ik voor jullie een vakantievlog, want ik vlieg zo meteen naar Griekenland toe met Noah, Maggie en Jada. Dus ik heb er echt heel veel zin in. Ik heb me al helemaal klaargemaakt en mijn outfitje al aan. Hieroverheen doe ik nog een blazer. Ik heb een bikershortje aan van de Stink, geloof ik. Een topje van de Zara. En hier doe ik nog een zwarte blazer overheen. En cowboylaarzen. Wij gaan dus 8 dagen gaan we naar Kreta toe. Dus ik heb er echt heel veel zin in. En ik neem jullie in alles mee. Dus heel veel kijkplezier. Oh my god. We zijn nu op Schiphol. We hebben net onze koffers ingecheckt. En we gaan nu naar de gate lopen. Waar moeten we heen? Hierin. Wij zijn net even geweest bij Victoria's Secret. En we hebben allebei eventjes wat stringetjes gehaald. Echt super cute. En er was ook nog eens 70% korting. Dus dat was echt super chill. Yeah. En Noah en Jada staan letterlijk nog steeds. Die mensen voor ons. Oh. Staan letterlijk nog steeds in de fucking rij bij de Burger King. Niet normaal. En wij hebben net ook al de hele tijd in die rij gestaan. Het is echt teringdruk, maar we hebben gewoon echt keihard eten nodig. Ja. Dus we gaan zo meteen eten en... Ja, maar 40 minuten... Nee, 50 minuten worden we. Ja. Dan hebben we echt niet zoveel tijd om te eten. Nee. En films downloaden en zo moeten we ook... Ja. Heel weinig. Chop chop! Lekker chop met de meiden. We moeten dus echt fucking erg haasten nu, want we hebben dus ongeveer een uur in de rij gestaan bij de Burger King. Snel eten. Oké, ik denk dat wij in 5 minuten ons eten hebben gegeten. Echt zo, echt. Buikpijn en misselijk. Ja, allemaal buikpijn en allemaal misselijk. Ja, toch. Mijn mond kan pijn. Fuck eens. Ik doe mijn mond weer pijn. Nu ga ik. We lopen nu op deze gekke bandjes. On my way naar de gates. Gezellig. We lopen nu naar het vliegtuig. Oh my god. We zitten nu in het vliegtuig. Zouden jullie even mondmasker opdoen? Oh ja, ja hoor. Even je mondkapje opdoen, jongens. En wij hebben van die tv'tjes, maar kijk, ze hebben dus gewoon letterlijk geen films. Als we opklikken, gewoon één film. Het is nou, dit zijn niet eens films. Nee, is fucking kut. Dus we moeten ons vermaken. Maar we zitten dus in een Dreamliner en ik heb dus gewoon als enige, iedereen heeft een fucking raam en ik wil een raam en heb geen raam. Echt helemaal kut. It's time to fly. There we go. We gaan helemaal lekker aan de kava. Hey, Noah, waar ben je? Mama, laat zien. Helemaal lekker. Ga jij hem even poppen, meid? Zeker. Zelf voor de vlog. Pop het bit. Oh. Ja. Oh. Ja. Oh, we dachten we konden het poppen. Ja, ik dacht echt wie pop het, maar toch niet. Nou, dat is geen kind, baby. Zo, shit. Cheers, man. Cheers, babe. Cheers, ik ga we zijn dus nu op de airport in
zijn we ook weer, hoe heet het land? Hoe heet dit ding? Ja, daar zijn we nu. Het is hier echt tram te heet. En we wachten al echt 40 minuten op onze koffer. En ja, onze avond gaat te lang duren zo. Ik zie er. We zijn aangekomen in ons appartement. Echt super chill. We hebben ook lekkere airco en alles. En het is echt super netjes hier. Dit is onze kamer. Ik slaap hier met Noah. En dit is ons bed. We hebben lekker tv'tje. Ik heb me al eventjes omgekleed. En we hebben alles in onze kasten gedaan. Wij hebben zoveel kleren mee. Dat is echt niet normaal. En hier ook nog allemaal shit. En we hebben speciaal voor onze hakken. En schoenen en tassen hebben we allemaal dingetjes. Echt super leuk. En dan heb je hier een toilet met een spiegeltje. We hebben hier onze koffers staan. En hier naar boven. Hier kom je zeg maar binnen via de voordeur. En dan is dit onze woonkamer. En hun hebben stress. Ja. Hier slapen Maggie en Jada. Oh. Ik wist niet dat ze naakt stond. Heeft iemand een schaar? Hier slapen Maggie en Jada. Een tandpasta. En nee. Heeft niemand tandpasta? Nee. Oh. Wow, ik had ook niet. En hier is de badkamer. Echt een super frisse schone douche. Love it. Dus helemaal een mooi leuk appartement hebben wij. Morning guys. Ik heb net even lekker wat gegeten. Maggie en Noah hadden even wat boodschappen gedaan. En Jada en ik gingen vanochtend al eventjes aan het zwembad liggen. Toen zij zeg maar boodschappen aan het doen waren. En nu heb ik dus eventjes lekker gegeten. Ik heb eventjes een tas meegenomen voor naar het zwembad toe. En ze hebben hier dus meerdere zwembaden. Dus ook echt super chill. En het is echt best wel luxe hier en gewoon schoon en verzorgd en zo. Je hebt hier ook zo'n Instagram ding trouwens. Zo, dat is de hik. Maar bij het zwembad kan je dus ook gewoon lekker eten bestellen. En het is gewoon helemaal zo'n barretje. Echt super leuk. Dus wij gaan nu gewoon de ochtend lekker aan het zwembad liggen en zo lekker bruin bakken. En dan gaan we daarna lekker uit eten vanavond. Lekker sushi eten. Dan gaan we mijn verjaardag vieren, want ja... Ik was natuurlijk jarig. Dus dat gaan we lekker vieren met z'n allen. En vanavond gaan we uit in Malia, geloof ik. Want gisteren waren we dus in bij de Strip en Garso. Maar... En hoor je die krekels? Het zijn er echt superveel. We hebben dus meerdere zwembaden, maar wij zitten dus nu bij het grote zwembad. Dus dat is hier zo. En dan heb je zeg maar hier helemaal een babbetje. En zo. En dan wordt alles lekker vers gemaakt. En dan kan je lekker op het terras zitten. En hier is dan het zwembad. We zijn weer terug. Volgens mij is mijn ding vies. Wij zijn weer terug van het zwembad. We hebben echt de hele dag bij het zwembad gelegen. Echt super lekker. En we zijn allemaal best wel heftig bijgekleurd. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar wij gaan ons nu allemaal klaarmaken. Even douchen en ons fixen. Daarna gaan we mijn verjaardag vieren. Dus dan gaan we lekker uit eten en alles. En kijk met Tenline gewoon naar een paar uurtjes in de zon zitten. Niet normaal. Wij gaan ons nu eventjes klaarmaken. En vanavond gaan we dus echt super lekker sushi eten. In best wel een lekker tentje. Dus dat gaan we doen. Wij zijn nu uit eten. Ik wil gewoon voor mijn birthday. Birthday dinner. Belated dinner. En with a view. Oh ja, dat moet ik even filmen. Echt zo mooi uitzicht. Wauwie. En we hebben dus nu allemaal sushi en alles besteld. Alleen we denken dat het super lang gaat duren, want dat hebben we dus gehoord. Maar you never know here. We zijn echt super bruin geworden vandaag. Ik ben gewoon oranje. Ik vind dat ik niet bruin genoeg ben. Ik heb het. Dus ja, keep you guys updated. Ik sta altijd zo kut op iets haar verloogd. Hoezo? Jij hebt hier ook een ader, ik heb dat ook. Als ik heel hard lach, heb ik ook... Ja, dat is echt kapot lelijk. Nou? Hoe je haar is beet. Een veel betere pornstar Martine dan gisteren. Voor de helft van de prijs.
Ik zou ver filmen, want Jada die vindt dat ik te dichtbij film. Sorry dat jullie dit elke keer aan moeten zien, hè. Kijk je er ook niet voor. Maar in ieder geval, deze Porsche is maar 9 euro. De beste tijd heeft ze alweer gevonden, hoor. Ja, toch. En in ieder geval, gisteren was echt, nou, 15 euro of zo. En dan kregen we in een plastic beker zonder schuim. Iedereen zegt wat over die... Look how cute. Het ziet er echt meer dan amazing uit. Zo lekker. En dan dit uitzicht erbij. Is gewoon perfect. Oh, we hebben echt zoveel lekkere dingen besteld. En mag ik eten? Eet. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Isis. Happy birthday to you. By the way. Dat is jouw lief. And I'm coming with spoons. Thank you. You can take a bit. Yeah. Hoe film ik? Film ik? Oké, we filmen. We zijn nu... Ik neem het even over. Nee, jawel, ik ga het even overnemen. Wow. Dus we hebben dus... Ik vind het echt lelijk dat ik naar boven kijk. Nou, in ieder geval. Omdat Isis dus jarig is geweest, gaan we een cadeautje geven. Maar we zijn nu eventjes haar kaartje aan het schrijven. Dus ze is even weg. Dus ik heb het nu even overgenomen. So cute! Oké, eerst het kaartje lezen en dan het kleine tasje eerst. You guys, gisteren ja, is voor die en die en die. Je moet het hardop voorlezen. Lieve Isis, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Veel plezier met je cadeau. We denken dat niet alleen jij het leuk vindt, maar een ander ook. Wie zou dat zijn? Moet ik eentje eerst overmaken? Eerst een kleine. Ja. Ook daarom gingen jullie gisteren niet laten zien wat erin zit. Ik hoop echt dat je het. Oh my god, zo leuk! En dat je past. Ja. Want je zei over die kleur zo leuk. Je zei echt heel toevallig. Nee, hij niet andersom. En nu hebben wij er eentje. Oh, maar deze is echt heel mooi. Ja, ja. En ze hadden geen matching slipje erbij, maar dus we dachten leuk zitten. Ja, cute. Oh, heel leuk. Mooi toch? Love it. Mooi. You never know? Ja. You never know? Dit is best wel echt slecht. Ja. Wat? Doe maar. Hoor, zeg jij dat ook? Ja. Wat heb ik verder opgemaakt? Nee. Glitterspray. Ja, jij had je glitter body lotion opgedaan en nu heb je glitter body spray. Oh my god, ja, want voor mij is ook op, dus het kwam super goed uit. Kijk. Oh, hij ruikt ook echt super goed. Ja. Oh ja, heerlijk. Die gaan we ons vanavond even mee volspuiten. Dat staat gewoon op de vlog. Nee, dat moet je eruit zien. Nee, dat is vast ook niet. Nee, dat is wel vast. We zeggen gewoon, we noemen geen namen. No Facebook. Nee, dan moet je. Piep! Ja, heb ik gehoord. Ik deed altijd gewoon dit. Ging gewoon die naam zeggen en dan gewoon bliepen, maar je zag gewoon nog zo. Ja, dat ik nog en jij hebt body lotion nodig. Ja. Want je was vergeten. Jullie zijn echt, jullie luisteren echt goed. Ja. Nee, dit hadden we gekocht voordat je het zei. Oh, echt? Gewoon. Ja. Ja, dat jij dat moet zeggen. Dankjewel. Alsjeblieft, mag. Ja. Thanks. Je moet even kijken of je hem past, die bereid. Ja. Want ze hadden. De film wordt wel iets donkerder. Maar die van jou is echt heel anders. Maar ja, dat kan je dus hier veranderen. Ja, ik weet niet hoe. Kijk. Want dan gaat hij altijd op hele rare dingetjes. Nee. Wacht, kijk. Oh nee. Waar draai je aan? Je hebt daar een knopje. Ik heb iets anders. Ik heb dat niet, volgens mij. Of wel? Wij zijn net uit geweest bij Apollo. En het is nu inmiddels... 5 uur. Really nice. En we gaan nu naar huis. We hebben ook echt hele leuke dingetjes op allemaal. Allemaal leuke hoedjes en alles. Oh ja, jullie gaan natuurlijk weg. En Jada is haar stem kwijt. Doei, slaap lekker. Doei.
Maar je maakt goed in jou. Gaat lekker. Weet ik de goeie. Hé, mop, die rustig. Jouw stem! Heb je een beetje leuk avond? Ik ga stuk. Oh ja, en trouwens, hier in Gerso. Of in Malia zijn we trouwens. Ik weet niet, maar in Griekenland kennen ze geen corona hier in Opgeta. Dus je kan hier gewoon lekker ingaan. En ze vragen ook niks qua vaccinatiebewijs of iets. Of... Nee, ik wil ook bellen. Moet ik bellen? Ja, in Griekenland mag je op de quad rijden. En daar mag je ook op zitten. En de vraag was, stel even de vraag. De vraag van vandaag was... Het is nu woensdag en wij hebben vanochtend al lekker gezond en bij het zwembad gelegen en zo. En we hebben ons nu eventjes omgekleed. En we gaan nu naar vrienden van ons in een hotel. Gaan we daar eventjes aan het zwembad liggen en drankje doen en zo. Het is zo heet, I can't. Dus daar gaan we nu heen. En vanavond gaan we even een avondje niet uit. En dan gaan we gewoon even lekker wat eten en drankje doen en zo. Dus dat is onze planning vandaag. Het is echt zo warm hier. En ik hoorde dat het in Nederland regent. Wij hebben net de hele tijd bij dit hotel aan het zwembad gelegen. We gaan nu weer terug naar ons eigen appartement en gaan we daar even ons klaarmaken. En gaan vanavond even wat eten en dus wat drinken. En verder weten we nog niet zo heel goed wat we gaan doen, want we gaan dus niet uit. En ik heb hier, krijg ik echt een zieke puis, want hij doet zoveel zeur. I can't. Maar goed, we staan nu te wachten op de taxi en dan gaan we dus terug naar ons appartement. Goedemorgen allemaal, wij zitten nu lekker in Malia aan het strand bij een strandtentje. Echt super mooi hier. Het is al best wel vroeg, we waren, of nou het zijn we aan het vroeg trouwens, maar wij werden best wel een beetje laat. Nee, we waren best wel laat wakker geworden. En toen moesten we heel erg haasten om dus de taxi te halen om hierheen te gaan. En nu gaan we gewoon lekker de hele dag aan het strand liggen op een bedje en zo. Yeah. Wij hebben lekker de hele dag aan het strand gezeten. En Maggie en ik gingen samen parachuten. Ja, dat zei je toch? Parachuteren, zei ik. Parachuteren. We gingen achter zo'n boot met een parachute in de lucht. Fucking hoog. Dat was echt zo leuk. En we hebben echt super leuke foto's. Wacht, ik ga er even een paar laten zien. Toen gingen we de lucht in. Kapot hoog. Echt zo cute. Dit ziet er ook zo mooi uit. Ja. Dus dat gingen we doen en het was helemaal totaal niet eng. Ik zou je echt gewoon aanraden om dit te doen. Om gewoon lekker actieve dingen te doen en zo als je hier bent. Oh ja, en we gingen dus ook nog op die jetski zeg maar daarheen. En die guys die rijden gewoon echt super hard en zo. En over die golven heen. Echt zo leuk. En allebei zijn we een klein beetje verbrand in ons gezicht. Want we hebben ons helemaal vergeten in te smeren. En nu zijn we lekker weer op de... plek waar we vanochtend ook hebben ontbeten. En dan gaan we hier eventjes avond eten en vanavond gaan we lekker naar de strip toe. Gaan we daar even drankjes doen en uitgaan waarschijnlijk. En morgen gaan we lekker de hele dag naar Star Beach. Zin in. Ik heb lekker dolma. Oh my god, zo fucking lekker. Zin in. Wij gaan vandaag naar Star Beach toe. Gaan we daar de hele dag zitten. Gisteravond waren de meiden uitgegaan en was ik lekker thuis gebleven. Dus ik heb heerlijk bij geslapen ook. Niet dat we een wilde avond hebben gehad of zo, maar ik had gewoon wel even zin om lekker te pitten en niet heel veel zin om uit te gaan. Ik heb nu dit aan. Deze bikini is van de H&M volgens mij. Hij is met goud helemaal. Echt super leuk. En daarbij heb ik een setje van Naked aan. En slippertjes van de Primark. En mijn haar moet ik echt even wassen. Maar ik dacht van ja, we gaan toch naar Star Beach. Dus dan is het onnodig als ik het ga wassen. Dus ik heb het even in een knotje gedaan. Wij hebben vandaag weer de hele dag aan het zwembad gelegen. Althans, we werden best wel laat wakker. Ik was vannacht dus thuis gebleven. Dus ik heb lekker bij geslapen. We hebben vandaag op Palm Beach gelegen aan het zwembad. Daarna zijn we eventjes...
Nee, daarvoor gingen we wat eten, ook bij Palm Beach. Ja, kom. En nu hebben we ons klaargemaakt en gaan we eventjes wat uiteten. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb een... ja, loop maar anders hoor. Ik heb een topje aan van Naked. Daarbij een bijpassend broekje van Naked en slippertjes van de Zara. Echt een super schattig outfitje. En daarbij doe ik deze tas van Louis Vuitton. Heel erg leuk. Heel aan nippels. We zitten hier lekker te eten aan het strand. Hier hadden we laatst gegeten, die was bij Kahlua. En we zitten er dus bij een tentje ernaast. Mexicaans is het. Dus wij gaan lekker eten. Hi guys, ik denk dat het nu iets van... Het is nu 3 uur. En ik was echt al na het avondeten naar huis gegaan met Jada. Jada was echt heel moe, dus die had de hele week nog niet echt fatsoenlijk geslapen. En Maggie en Noah die zijn uit naar de stad, naar de strip denk ik. En ik ging ook lekker naar huis. Want ja, ik droom niet en het uitgaansleven is toch niks voor mij. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker naar huis en op tijd pitten. Alleen het is nu 3 uur en ik slaap nog steeds niet. Dus ik ga nu in ieder geval wel lekker slapen, want wij gaan morgen naar Star Beach toe. En ja, dan gaan we daar lekker de hele dag zijn. Dus ik zie jullie morgen weer. Ik ga nu lekker pitten. Ciao. Hi guys. Ik doe eventjes deze oorbellen even wisselen, want die staan niet zo goed bij mijn outfit. Maar vandaag waren we echt allemaal super laat wakker. Echt om 1:30 pas. Vanochtend zouden we dus eerst naar Star Beach gaan om kaartjes te halen. Maar toen waren vrienden van Noah waren daar dus ook al. En toen waren de kaartjes dus al uitverkocht om 10 uur. Dus toen konden we er niet heen gaan. Dus toen dachten wij van nou, dan gaan we nog even verder pitten. En toen werden we dus wakker om 1:30. Echt super laat. Toen zijn we weer naar Palm Beach gegaan waar we gisteren ook waren. We hebben daar de hele dag gezeten. En toen tot 6 uur, want om 6 uur gaat dat dus dicht. Toen zijn we nog eventjes bij het zwembad gaan liggen hier. En hebben we ons klaargemaakt. Oh, wel handig als ik de oorbel ook in doe. Nu hebben we ons dus klaargemaakt en gaan we even wat eten met 2 vriendinnen van hen. Met 2 vriendinnen van de meiden. Die komen ook uit Hoofddorp, volgens mij. Sorry, is het gat. Die komen dus ook uit Hoofddorp. En ik zal eventjes laten zien wat ik aan heb. Vandaag ben ik even lekker super basic. De rest heeft wel allemaal een jurkje aan het hakken. Maar ik heb daar niet zo heel veel zin in. Ik heb een topje aan van, volgens mij, de Zara. Oh nee. Deze top is van Naked. Daarbij heb ik een broekje aan van de Zara. Daarbij mijn Louis Vuitton tas en mijn Gucci riem. Slippertjes, geen idee, die zijn van Noah. Dus dit is de outfit vandaag. En ik heb mijn haar eventjes in een start gedaan, want mijn haar pluisde super erg en het zat gewoon echt totaal niet. Dus nu, we hadden om 9 uur afgesproken en het is nu 9:10. Dus de rest is nog niet klaar, dus we moeten wel een klein beetje opschieten. En vanavond gaan we dus wat eten. Ik zeg volgens mij echt heel vaak dus, maar goed. Daarna, ik weet niet of de meiden uit willen, maar ik ga sowieso niet uit. Ik heb ook een beetje hoofdpijn. Dus ja, dat is wat we gaan doen. Nu bij Star Beach. En we hebben lekker eten gehaald. En we gaan nu eventjes choppen. We hebben lekker een tostietje met friet erbij. Helemaal lekker. En een pizza. En het weer. Ja, en het weer is echt top. Dus we gaan hier de hele dag even lekker liggen. En verder geen idee wat we nog gaan doen. Nou,
misschien gaan Gina en Romy nog bungee jumpen. Oh ja, misschien gaan deze dames nog bungee jumpen. Dus de laatste groet voor als ik er niet meer ben. Ja, echt hè? Dus kapot eng, ik ga het echt niet doen, mijn bellen. Kijk hoe mooi hier, dit water is ook zo blauw. En mensen zijn hier gewoon aan bungee jumpen, zijn echt gek. Kijk dan wat een lekker muziekje op de achtergrond. We staan nu hier zo bij dat bungee jump gedeelte. Nou, en zij willen gaan bungee jumpen, maar ze zijn knettergek. Dat ga ik echt nooit van mijn leven doen. Maar het is super gezellig hier, lekker muziekje en zo op de achtergrond. Ik hoorde net alleen wel dat het de minst leuke dag is van de week. Omdat de rest van de week allemaal heel erg chaos was en zo. Maar ik hou er juist meer van dat het wat rustiger is dan die heftige drukte en zo allemaal. Oké. Okay. Oh, het is 40 graden. Ik ga stikken. You want a love for Christmas. We zijn nu even lekker aan het eten. Het is vandaag maandag, onze laatste dag. En we moesten eigenlijk om 11 uur het huis uit, maar nu hebben we nog even maar een soort van bijgeboekt dat we nog in het huis konden blijven zitten. In ons appartement, zodat we onze spullen en zo gewoon hier de hele dag kunnen laten staan. Want we gaan pas om 7:50 vanavond met het busje naar het vliegveld toe en dan vliegen we om 9:45. Dus... En wij gaan nu de hele dag nog even aan het zwembad liggen. En gaan we nog even lunchen en laten lunch doen bij Kalua. En dan gaan we naar huis. Jay, je moet even vloggen. Ons laatste avondmaal hier in Griekenland. En het is echt zo warm hier. We zijn nu op de airport in Griekenland met de meiden. En we zijn aan het wachten tot we mogen boarden. Alleen het duurt nog eventjes. Dus ja, we moeten wachten tot we mogen boarden. En we vliegen om 9:45. Dus ja, let's go. Wij zijn nu geland en we zijn aan het wachten op de bagage. En nu pas komt de eerste bagage. Dus let's go home.